Hallo, ik ben Peter. Ik ben een van de lezers van de Ida van Raalte Simons lezersgroep. En wij beoordelen een aantal boeken over van de WISO Literatuurprijs. En vandaag ga ik het even met jullie hebben over Edgar Gerret en zijn boek Mijn Verhaal, Mijn Konijn van Vaders Kant. Edgar Gerret past eigenlijk misschien niet helemaal in de selectie van de boeken. Het is een schrijver die korte verhalen schrijft en niet zomaar korte verhalen. Het zijn absurdistische, hele fantasierijke verhalen. Hij heeft een ongebreidelde fantasie. En binnen die absurdistische korte verhalen die hij schrijft, ga ik jullie iets lezen, voorlezen. Van de e-mailwisseling die hij heeft gemaakt tussen de eigenaar van een escape room en een zoon die zijn moeder een groot plezier wil doen. Des te absurdistischer, want dit hele e-mailverkeer gaat tussen alle andere verhalen door. En ik ga jullie nu wat voorlezen daarvan. Aan Sefi Moree van Michael Warschawski. Onderwerp: escape room. Storing aan de rand van het sterrenstelsel. Uw escape room is me door velen aanbevolen en ik zou die aanstaande donderdag in de ochtend of de middag willen bezoeken met mijn moeder. Derhalve wil ik verifiëren dat de escape room toegankelijk is voor rolstoelgebruikers, zoals aangegeven op uw website. Bijvoorbeeld dank, Michael Warschawski. Dan krijgt hij een antwoord. Geachte heer Warschawski, dank voor uw mail. Het doet ons plezier te horen dat de escape room u is aanbevolen door eerdere bezoekers. We houden veel van onze room en tot ons enthousiasme ontdekken we dat meer en meer mensen die grote liefde delen. De escape room is toegankelijk voor gehandicapten, aangezien hij een raakvlak heeft met sterrenkunde en de natuurkunde, is hij zelfs bezocht door de beroemde astrofysicus Stephen Hawking tijdens zijn korte verblijf in ons land. Een foto van zijn bezoek vindt u in de bijlage. Tot mijn spijt is de escape room aanstaande donderdag gesloten vanwege Rom Hashoa. Even voor de lezer, Rom Hashoa is een hele belangrijke herdenkingsdag voor de Holocaust. Maar we zien er naar uit u en uw moeder te ontvangen op enig andere datum. Met vriendelijke groet. En eentje verderop. De hele e-mailwisseling gaat over een aantal verhalen verspreid. Geachte heer Moree, in uw laatste mail wijdt u uit over de gehoorzaamheid en uitschakeling van het eigen oordeel. Twee kwesties van enorm gewicht voor ieder die zich wenst te verdiepen in de geschiedenis van de Shoah en daar lessen uit wil trekken. Ik kan moeilijk zeggen dat ik verbaasd stond van de ontdekking dat u hulp aan een bejaarde, gehandicapte Jodin van minder belang acht dan de gehoorzaamheid aan de plaatselijke verordeningen van de gemeente Rishon LeZion. Er rest mij slechts een donkerbruin vermoeden van uw houding indien toekomstige plaatselijke verordeningen bijvoorbeeld van u eisen, mijn moeder en mij, uit te leveren aan de gemeentelijke autoriteiten. Het behoeft geen betoog dat u uit onze e-mail-correspondentie niet bepaald naar voren komt als iemand die leden van een vervolgde minderheid zou laten onderduiken op zijn zolder. Het antwoord: beste Michael, je laatste e-mail heeft me diep gekrenkt. Mij te vergelijken met collaborateurs van de nazi's was niet op zijn plaats. En wat betreft de vraag die je hebt opgeworpen in een van je eerdere mails: mijn grootouders hebben hun naam veranderd van Moel Alim in Moree nadat ze vanuit Irak hierheen waren gekomen. Ze hebben hun land verlaten omdat mijn grootvader, een vurig Zionist, er is vervolgd en gemarteld. Dus al zijn mijn wortels niet Askenazisch, ook mijn familie heeft vervolgingen en ellende meegemaakt. Uit empathie met de gevoelige toestand van je moeder en ondanks je agressieve, kwetsende stijl van formuleren, heb ik uit eigen beweging en zonder overleg met mijn partners besloten je moeder en jou in de escape room te ontvangen in de ochtend van Yom HaShoa. Dit in de hoop dat het zoeken naar de oplossing van de raadsels en de observatie van de hemellichamen je moeder zullen helpen, al is het maar voor even, te ontkomen aan de moeilijke herinneringen die haar ongetwijfeld achtervolgen. Dan de laatste. Dankjewel, Sefi. Mijn moeder en ik waarderen je soepelheid zeer en zijn blij dat we welkom zijn in jullie escape room met de raadsels die je zo aanprijst, zonder te vervallen in pietluttige discussie over de gerechtigheid van mijn beweringen
Het feit op zich dat je je gekwetst voelt, rechtvaardigt excuses. Wees zo goed mijn excuses te aanvaarden en tegelijkertijd ook mijn bedenkingen tegen de ongepaste vergelijking tussen de vervolging van jouw grootvader in Irak en het lijden van mijn moeder. Voor zover ik weet, heeft in Irak geen genocide plaatsgevonden en zijn daarin noodjoden afgevoerd naar verbrandingsovens en gaskamers. Ik betwijfel of het Irakse volk destijds beschikte over de benodigde geavanceerde technologieën voor de bouw van gaskamers. Ik neem aan dat je idealistische grootvader heel wat onaangename ervaringen heeft doorstaan in zijn geboorteland. Maar elke vergelijking tussen die ervaringen en de verschrikkingen van de Shoah wijst op een gebrek aan gevoeligheid en op onwetendheid. Het doet me deugd dat we ons aanstaande donderdag zullen focussen op de sterrenkunde en niet op de geschiedenis van ons volk. En dat ons zo verdere wrijvingen bespaard zullen blijven. PS, bedankt voor de foto. Je grootvader ziet er inderdaad uit als een dappere jongen die met beide benen op de grond staat. En ik ben blij dat hij zijn droom heeft kunnen verwezenlijken. Mijn grootouders, die naar Auschwitz zijn gedeporteerd, hadden helaas minder geluk. Omdat ik geen foto van hem heb, stuur ik in de bijlage een foto mee van de nooit opgepakte en nooit berechte massamoordenaar die verantwoordelijk is voor hun dood. Dit typeert heel veel van de verhalen van Edgar Gerret. Veel leesplezier.